Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Poet Poet in het Circus. Met deze aflevering, Poet Poet in het Circus. Deze game is best wel zo'n game waar je gewoon precies krijgt wat je wil. Als je niet Poet Poet in een Circus wil zien, koop dan niet Poet Poet in het Circus. Hier is een olifant, die kan schilderen. Die olifanten bestaan trouwens. Baby Jumbo? Hoe komt het dat jij niet in de dierentuin... Dat is Baby Jumbo! Shit! Ik reis mee met het circus deze zomer en raad eens, ik ben geen bang olifantje meer. Dat is geweldig. Ik heb helemaal zelf schilderijen leren. Dat is oprecht best wel leuk dat ze de olifant uit een eerdere game in deze game hebben gezet. Baby Jumbo? Mama zegt dat ik echt veel talent heb. Als je wil, kan ik jou zelf schilderen. Nou, dat zou reuze zijn. Je hoeft alleen je kleur te kiezen. Ik wil... Oh, dit is ook meteen weer racistisch. Welke huidskleur wil je? Maak mij maar rood, Baby Jumbo. Kom eraan. Jongen, dit gaat er schitterend uitzien. Ik wil niet zeiken, maar dit is niet gezond, toch? Zeg maar, je kan niet zomaar verf in je bek stoppen. Bedankt. Nou, kan het aan mij liggen, hoor. Maar als je, zeg maar, gewoon verf drinkt... Ik weet niet of je er dood van gaat, maar het is in ieder geval zoiets van... Ja, je kan verf drinken, of je kan het niet doen. En ik denk dat de meeste mensen liever geen verf drinken... En zeg maar, als je de keuze hebt, verf drinken en 100 euro of geen verf drinken en geen 100 euro. Denk dat de meeste mensen geen verf drinken, behalve ik. Want 100 euro is best chill en waarschijnlijk ga ik toch niet dood. Ja, we zijn voor mij overal geweest nu. Je hebt hier die fucking zaagmachine. Je hebt hier een hele depressieve zeehond. Ik denk dat we alles hebben gezien in deze prachtige wereld. Maar in deze tent kun je op deze kant op, dus de keuze is reuze. We kunnen hier nog heen. Shit. Sorry, maar daar mocht jij niet naartoe. Wow. Daar ook niet trouwens. Waarom niet? Dan was het omdat ik rood ben. We moeten toestemming hebben. We kunnen niet zomaar iedereen op het circusterrein toelaten. Ik ben aan het helpen, kom op. Hier heb je een toegangspas. Die moet je laten goedkeuren en ondertekenen in drievoud. Fucking drievoud. De instanties. Fuck de bureaucratie. Nee, maar echt. Ik haat de fucking bureaucratie. Maar als die in orde is, zie ik het wel. Sommig papierwerk is echt mierenneukerij. Ik had een paar keer met dingen die voor televisie waren. Dan moest ik echt letterlijk 10 dingen tekenen. Van ik ben Rick Broers, dit is mijn telefoonnummer, hier woon ik. En ik geef toestemming dat ik op tv kom. Zo van, jullie vragen mij. Ik kom. En dan moet ik alsnog wat soort contracten tekenen. En zoveel moeite, maar het is met een reden. Want anders kan ik achteraf zeggen, ik wil niet op tv. En ze aanklagen en shit. Dan doen zij van, wauw, dat kan niet. Het is fucking veel gezeik. Ik ben zo vaak formulieren aan het invullen die eigenlijk gewoon meteen de prullenbak ingaan zolang ik ze niet aanklaag. Hoeveel mensen klaag ik aan per jaar? Een paar haters uit de comments, maximaal. Neem het kwalijk, meneer Rinaldo. Karel de bewakingsauto zei dat ik een handtekening... De bewakingsauto. Hij heeft vast een goed autoalarm. Kunt u daarvoor zorgen? Tuurlijk kan ik dat. Goed dat Karel zijn job ernstig neemt. Job. Dat is nu mijn leven. Hij zit de hele dag... Ik vind het best sneu voor die gast. Hij is de hele dag handtekeningen aan het zetten. Je pasje om het terrein op te mogen. Zo voel ik me nou ook op de YouTube gathering. De hele dag alleen maar handtekeningen zetten. Valt wel mee eigenlijk. Voor mij heb ik de afgelopen YouTube gathering minder handtekeningen gezet dan de YouTube gathering daarvoor. Hoe doet hij dit? Geen idee. Het is heel triest. We kunnen er langs in ieder geval. Er staat een hele mooie handtekening op. JPR. Namelijk Jan Penis Rukken. Alsjeblieft. En in drievoud. Yes, drievoud. De handtekening van JP Rinaldo zelf. Bevoegd, dat kan gewoon niet. Wow, onmogelijk. De handtekening van JP Rinaldo. Nou, bedankt. JP Rinaldo is letterlijk 10 meter verderop, hè. Dat snap je. Je doet alsof hij een fucking superster is. Je kent de gast waarschijnlijk gewoon. Even kijken. We hebben hier hele rare muizen. Een paraplu. Die hoort paraplu. Helemaal niet. Ik moet uitzoeken van wie die is en hem teruggeven. Maar ik dacht gewoon, even dat poepoe deed. Een paraplu! Die is nu van mij. Want zo werkt het meestal bij mij als ik shit op straat zie. Gewoon, hé, hey, chill, nieuw paraplu, gratis. Even kijken, wat heb je helemaal te doen? Er staat Toetel de Klan. Ja, dat zie ik, poepoet. Ik kan lezen, vriend. Nou, dat was een goed gesprek. Dat zal Toetel de Clown wel zijn. Wow, clown! Hoi, Toetel. Wat? Ik vraag me af wat hij probeert te zeggen. Ik vraag het me ook af, Poet.
Dus de vraag is nu, hoe communiceer je met een clown? Ja, ik dacht aan Nederlands, maar... Wow, kunnen we hier doen dan? Hier stellen de clowns waarschijnlijk hun pakken samen. Dit is gewoon next level fucked up creepy, of niet dan? Dit zijn van die typische shit, dan kun je een raar gezichtje maken en dan kun je hem printen. Wil je de clownskop afdrukken? Ja, is goed. Ik heb geen printer, maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Ik kan hem gewoon opslaan als pdf-bestand. Nou, dat is fantastisch. Oké, dan doei. Hey, een trampoline. Die is nu van mij. Een trampoline. Dit kan ik maar beter bewaren. Die kon wel eens van pas komen. Zeg maar, trampolines zijn best duur, toch? Je gaat gewoon iemands tuin. Hey, een trampoline. Hot. Van mij. Zou ik wel doen, hoor. Daar niet van. Maar dan komt omdat ik een klootzak ben. Wow, wie is deze gast? Hoi, ik ben Poet Poet. Goedenavond, ik ben Magnifique Manfred. Magnifique Marco Manfred. Verbluffen. Fascinerend. Wil je Pokémon kaarten ruilen? Wow! Laat maar zien, Dan. Het is één grote puinhoop. Aww. Wat is er los? Mijn goochelkaarten. Ze horen twee aan twee bij elkaar te zijn. Okay. En ik weet niet meer hoe het moet. Maar als ze helemaal kan ik mijn beroemde kaarttruc doen. Oh, maar daar kan ik je zeker bij helpen. Deze gast is namelijk next level retarded. Het ding is dus, hij heeft een beroemde kaarttruc, maar hij weet niet hoe memory werkt. Je hebt dus hier, oh, een toverhoed. Ah, een bal. Jongleerbal. Niet hetzelfde. Nee, die zijn niet hetzelfde, poepoet. Jezus. Een tovenaarshoed. Die horen bij elkaar. Ah, ik ben zo goed. Ah. Een jongleerkegel. Een jongleerkegel. Dan denk je, nou Rick, vind eens even die andere jongleerkegel. Maar voor mij is het idee, als je ze telt, ja, er blijft één jongleerkegel over. En dan opeens krijg je van hem een jongleerkegel. Ja, en het springt wel mooi uit. Jongleerbal. Jongleerbal. Een konijn. Een konijn. Nou, daar zit misschien ook een konijn. Een ster. Kut! Een ster. Die heb ik eerder gezien. Ik had vroeger Bassie en Adia memory. Shit, is legendarisch. Jongleerbal. 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 Wie is John? Wie is geleerbal? Zo. Nog een konijn. Een konijn. Dat is gek. Hier is er geen tweede van. De jongleerkegel. Manfred vertellen. Ik ben er klaar mee, Manfred. Maar Manfred is echt een debiel. Daar is er maar één van. Ah, de jongleerkegel. Jongleerkegel. De kaart van de paard raakte ik kwijt bij ons optreden in Fouten. Hij kijkt ook echt super stoned, die gast. Die kaart, mijn beste vriend. Mag je houden als je wilt? Sick. Oh, bedankt. Niet zo snel. Jij verdient veel meer dan een gewone kaart. Je hebt tenslotte mijn show gered. Oh nee. Oh nee, wat krijg ik van hem? Het zal toch niet? Nee, dat klopt niet. Eens kijken. Wie heeft deze gast aangenomen? Serieus? Abracadabra. Hocus pocus orfel de rocus. Een broodje Subway. Pajama Sam. Een teddybeer. Roze, een bowlingbal. En een jongleerkegel. Daar gaat ie. Ik dacht even dat ik het niet meer kon. En heus de jongleerkegel. Helemaal voor jou. Ik haat hoe ze jongleerkegel uitspreken. Wacht, eventjes. Daar kan ik hier niks mee beginnen. Dat is een jongleerkegel. Oh ja, hier is een olifant aan het slapen. En die kun je, ja, deze shit geven. Vindt hij leuk. Is het ook baby Jumbo, maar dan dik? Verse, lekkere, geroosterde pinda's. Zou de olifant echt van pinda's houden? Ik heb geen idee. Ik heb het nooit getest eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. Pinda's? Het lijkt wel of ik nog droom. Dit is heerlijk. Het zijn gewoon pinda's. Doe even normaal, joh. Ik geloof mijn oude olifantenogen niet. Ben jij dat echt, Poetpoet? Mama Mombasa? Wow, het is echt de moeder van baby Jumbo. Jesus. Wat leuk om je weer te zien. Baby Jumbo en ik werken deze zomer in het circus. Ja, I know, ik was erbij. De zomer van zijn leven. Voor mij gebeurt het niet vaak.
dat dieren van een dierentuin in één keer naar een circus gaan. Andersom wel. Ik weet niet meer welke dierentuin dat was. Daar hadden ze een beer en die heeft heel lang in een Russisch circus gezeten. En dus af en toe is hij helemaal in de war en gaat hij opeens dan dansje doen. Want dan sloegen ze hem gewoon met de zweep en dan gaat dansen, kreng! En die dansen nog steeds wel eens. Best wel zielig eigenlijk. Hey! Hier bewaart meneer Rinaldo waarschijnlijk al de gereedschappen voor de karweien in en rond het grote circus. Hoe blij was Poepo toen hij in de schuur reed? Wow, schuurtje! Oké, okay, we nemen dat ding mee. En voor mij ben ik de andere helft van dit papiertje vergeten bij baby Jumbo. Want die lag daar. Hé, hey, het ziet eruit als een stuk van een recept. Dat zal ik maar bij me houden. Poepo, het is ook echt een gigantische bemoeial. Hé, hey, dit is waarschijnlijk iemand anders' zaken. Ik neem het mee. Echt hoor, Poepo, het is echt een aso. Je zou het niet zeggen van die gekke poet, maar hij is best wel een aso. Oh, we kunnen trouwens die paraplu terugbrengen. Die paraplu is veel te groot voor het vlooien circus. Oh! Ik denk dat ik beter naar een kleinere opzoek. Ja, nou en? Mijn vriendin zegt altijd, het kan niet te groot, Rick. Het kan niet te groot. En dat, ik dacht dat het ook voor Poepo wel op zou gaan, maar dat valt tegen. We kunnen deze gast de jonglerenkegel teruggeven. Hier heb je hem, Simon. Simon! Formidabel! Hij ziet er hetzelfde uit als de kegel van goede oude Simon de jonglerende zeehond. Woe! Simon de jonglerende zeehond! Geweldig! Sick, Simon! Dope, 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 dope! Dat is best goed, Simon. Ik hou van je, man. Jongleerkegel! Ah, hier is dat ding. Ja, oké. Okay, we moeten even naar Baby Jumbo. Baby Jumbo! Dan kunnen we dit een stukje oppakken. Wat is dit? Hé, hey, het ziet eruit als de andere helft van dat recept. Wauw! Wie verspreidt dat überhaupt op deze manier? Maar niet uit, maar niet uit. Spirello, het sturen busjes een geheime recept. En nou is het niet meer geheim, of wel dan? Oké dan. Ik wil graag smurf worden, baby Jumbo. Hotstuk idee, dankjewel. Gevaarlijk racist dat je er bent. Nog nooit zo'n racistische baby olifant gezien, baby Jumbo. En ik heb racistische olifanten gezien, vriend. Hier zijn de Knorpotskies. Niks zeggen. J.P. Rinaldo stuurt je om onze ram te overtuigen, toch zonder vangnet te werken. Oeh, ik hoop dat jullie doodgaan. Zeg hem maar dat hij de tering kan krijgen. Is niet gek zijn. Wij weigeren om aan de trapeze door de lucht te zwieren of het niks is als wij geen vangnet hebben. Respect! Respect, respect. Doen we niet! Ja, ik hoor het, ik hoor het. Punt uit. Ik hoor het. Ik zou het ook niet doen. Veel te gevaarlijk. Ja, maar een autopoepoet. En meneer Rinaldo heeft me eigenlijk gevraagd om jullie te helpen. Waar is dat vangnet van jullie dan? Dat is nu net het probleem. We kunnen het nergens vinden. Aha! Het is al weg sinds dat wij hier aankwamen. Wacht eens even. Misschien heb ik wel net waar jullie naar op zoek zijn. Nee hoor. Dat zou wel. Als varkens kunnen vliegen, zeker. Je kunt ook vliegen, dat is het hele ding. We kunnen vliegen, pa! The fuck? Wat voor drugs hadden de mensen op toen ze deze games maakten, oprecht? Ik heb wel oprecht een vangnet voor jullie trouwens, als jullie willen misschien. Hebben jullie interesse in een vangnet? Want ik heb een vangnet. Dankjewel, geen moeite. Hoera! Dat is ons vangnet! Reuze bedankt, joh! Mega reuze, putput. Graag gedaan. Nu kunnen jullie veilig werken. De vliegende Knorpotskies kunnen weer de hoogte in. Kom op, pa. Ik wil mijn onderste boventruc oefenen. Knor, knor. En toen aten ze een mens op. Nou, dat is wel cute. Oké, Hanne. We komen eraan. Die Knorpotskies zijn wel schattig, hoor. Ik hoop dat jij vanavond naar onze voorstelling komt, Poetpoet. Maar natuurlijk. Ik wil Hanne die onderste boventruc zien doen. Die is de moeite. En wel? Ik vraag me echt af of er Knorpotski hentai is. Waarschijnlijk niet. Zijn maar er is al weinig Poetpoet hentai. Dus waarschijnlijk nog minder Knorpotski hentai. Noem het gewoon even op. Het nummer van Kato Kanonskogel. Zo. Dan is het grote circus J.P. Rinaldo klaar voor de première. Hé, hey, deed ook het circus J.P. Rinaldo. Maar die gast doet zelf helemaal niks, joh. Lui aars dat het is. Ik heb hier een eenwieler. Hoi. Oh, die heeft een kleine paraplu, oké. Okay. Heb je hulp nodig? Ik heet Coral. En natuurlijk heb ik hulp nodig. Ik heb de grootste probleem om mijn evenwicht te bewaren op dit oefencursus. Heb je al gedacht aan een grotere paraplu? Dat is nooit gebeurd. Waarschijnlijk niet, want ik heb een grotere paraplu. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb misschien wel iets bij me waarmee je je evenwicht op het koord kunt bewaren, Cora. Wat heb ik toch
een geluk vandaag. Ik kan haast niet wachten om het te zien. Fijn dat je er zo'n zin in hebt. Alleen kunnen we daar nog niet heen, want ja, je moet de tweede koord spannen en dan kun je van die kant doen. Dus we moeten eerst helemaal naar de andere kant toe. Super veel moeite. Hier is een depressief orgel. Ik hoop dat je me niet te vrijpostig vindt, maar heb je een beetje verstand van muziek? Nee, ik luister alleen maar. Waarom? Kijk, ik ben... Five Days of Summer, One Direction en Main Street. Als je het niet erg vindt. Begeleiding allemaal in één. En ik heb een paar piepkleine probleempjes. Mijn pijpen zitten helemaal... Ha, pijpen. Ze zei het, ze zei het. Ik geloof dat er ook nog ergens een vertaalboek in vastzit. Een vertaalboek? Als iemand nu mijn pijpen goed kan zetten, dan kan ik genoeg druk geven om dat boek eruit te blazen. Oké. Daarmee kan ik je wel helpen. Dat klinkt als muziek in muziek in mijn oren. Dat zien jullie de volgende aflevering. De volgende aflevering bevat pijpen. Dat was hem. Dus kom kijken. Nou ja, even kijken deze aflevering. Na 2 afleveringen heb ik 1 persoon gered. Dus over 10 afleveringen is het circus gered. Nou ja, even kijken deze aflevering van Poepoed in het circus. Hij is nog steeds in het circus. Dank je wel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!